Er is de laatste tijd, afgelopen jaren, veel aandacht geweest voor mediation. Maar wat is mediation? Mediation is een proces waarbij twee partijen onder begeleiding van een mediator, en ik zeg nadrukkelijk onder begeleiding van een mediator, proberen een conflict samen op te lossen. Mediation moet je wel eigenlijk loszien en heel anders zien dan schikkingsonderhandelingen. Schikkingsonderhandelingen, goede schikking, is de standaard definitie, doet aan beide kanten een beetje pijn. Ja. Ik lever een beetje in en jij levert een beetje in. Ja. En in zo'n schikkingsonderhandelingen heb je dan een onderhandelaar die fungeert als een soort Haarlemmer wonderolie, een scharnierpunt om partijen tot elkaar te brengen. Een mediator die heeft een andere rol, waar een onderhandelaar eigenlijk actief met partijen aan de slag gaat en probeert ze over de streep te trekken, is het de taak van de mediator om zo snel mogelijk achterover te leunen, om partijen met elkaar in gesprek te brengen en partijen elkaar te laten inzien, hè, door ze met elkaar te laten praten. Hè, en dat vergt dus wel een hele subtiele techniek, mm-hmm. om ze te laten zien van elkaars belang. En dat ze aan het eind van de rit kunnen zeggen, oké, ik heb begrip voor jouw situatie, maar heb dan ook begrip voor de penibele toestand waarin ik verkeer. En om ze vanuit die positie, vanuit het begrip voor de belangen van de ander, ze tot elkaar te laten komen. En dat is veel meer gedacht vanuit de situatie, niet vanuit de situatie van we verliezen alle twee een klein beetje, ja. dat zijn de schikkingsonderhandelingen, maar we winnen allebei een beetje. En het voordeel van zo'n mediation traject boven of ten opzichte van schikkingsonderhandelingen, die vertalen zich met name in de zogenaamde duurrelaties. Als je weet dat partijen nog jarenlang met elkaar door een deur moeten. En dan kunnen dat zijn buren, die al jaren met elkaar in een onderin leven en dat op enig moment die ene garage in de achtertuin van boze buurman het symbool wordt voor het conflict dat die mensen hebben. Ja. Dat zie je dus vaker in het bestuursrecht. Daarom is mediation ook in het bestuursrecht heel zinvol. Achter een geschil dat zich in eerste aanleg vertaalt in bestuursrechtelijke vraagstukken, daar ligt vaak een dieper conflict. En het geschil is vaak niet eens zozeer die ene garage, hè, en al die zaken van bouwbesluiten en weet ik wat er allemaal bij komt, maar het achterliggende conflict, waarbij als complicerende factor dat conflict niet eens speelt tussen de hoofdpartijen in het bestuursrecht, namelijk degene die opkomt tegen de vrijstelling en bouwvergunning, en het gemeentebestuur dat die vrijstelling en bouwvergunning heeft verleend, mm-hmm. maar zich veel meer manifesteert tussen de beide buren, waarbij één buurman, namelijk die de vergunning heeft gekregen, in dat geschil bestuursrechtelijk gezien daar een beetje buiten staat. Hij heet niet voor niets derde belanghebbende. Ja, en hoe komen partijen ertoe om in een mediation traject te komen? Heeft de rechtbank daar ook een rol in? Of? Daar heeft de rechtbank zeker een rol in. Daar is ook beleid op gemaakt. We hebben een apart mediation bureau voor de hele rechtbank, dus voor alle sectoren. Okay. En tegenwoordig wordt dan in het voortraject, dus nog ruim voordat een zaak op zitting wordt gepland, wordt er al bekeken, zou mediation hier een toegevoegde waarde kunnen hebben. En in welke zaken zou dat dan zijn? Dat kan zijn in ruimtelijke ordeningszaken, maar dat kan ook zijn bijvoorbeeld in subsidierelaties, in langlopende subsidierelaties, ja. waarin partijen ergens een conflict krijgen over iets, en dat conflict, hè, zoals dat mannetje bij een niet nader te noemen verzekering, die probeert zijn brandvlek weg te krijgen, en in zijn goed bedoelde pogingen wordt die vlek steeds groter. Zo gaat het
in contacten tussen mensen ook en geschillen ook, het wordt steeds groter, terwijl je aan het eind van de rit eigenlijk niet meer weet van waar het nou precies over gaat. En je vecht, we hebben hier ook voorbeelden van mensen die over 3-4 jaar een stuk of 6-7 beroepszaken aan haar hebben. Nou, dat is bijvoorbeeld een indicatie van, hé, hier is iets meer aan de hand. En tegelijkertijd moeten die mensen wel jarenlang met elkaar door.